Wat een saai boek. Dat was mijn reactie toen ik Nooit meer slapen van Willem-Frederik Hermans voor de eerste keer las. Het is wellicht zijn bekendste werk naast De Donkere Kamer van Damocles. En ik vond het saai. Momenteel draait in de bioscopen de film Beyond Sleep, dat gebaseerd is op dit boek. En daarom leek het me een goed idee om het boek eens te herlezen. En inderdaad, er zitten saaie stukken in. Maar veel van die stukken hebben wel een functie en er zijn interessante discussies. Maar daarvoor moet je wel een beetje thuis zijn in het gedachtegoed van Hermans. Het verhaal gaat over Alfred Issendorf, een geologiestudent die op expeditie gaat in Noorwegen. Hij wil mogelijke meteorietinslagen gaan onderzoeken, maar eigenlijk gaat het vanaf het begin af aan al fout. De professor met wie hij een afspraak heeft weet van niets en de luchtfoto's die hij nodig heeft krijgt hij niet te pakken. En tijdens de expeditie blijkt hij helemaal niet zo goed voorbereid te zijn. Als je het als een expeditieverhaal leest, gebeurt er eigenlijk vrij weinig. Nou ja, nee, laat maar. Ik ga geen spoiler weggeven. Maar... de Hermans gaan zijn romans bijna altijd over de onkenbaarheid van de werkelijkheid. Zeg maar het idee dat het onmogelijk is om de werkelijkheid te kennen, laat staan te begrijpen. En dit thema is enorm aanwezig. Als lezer lees je de gedachten van Alfred en je merkt dat je heen en weer wordt getrokken in zijn waarheid. En dat zijn werkelijkheid nog wel eens afwijkt van of wordt tegengesproken door zijn expeditieleden. Alfred is een onbetrouwbare verteller en helemaal niet zo geschikt als geoloog. De gesprekken die plaatsvinden zijn wat filosofisch. Ze gaan bijvoorbeeld over... De schepping van de aarde, het bestaan van God en over het doel in het leven. Het zijn gesprekken die Alfred, maar ook jou als lezer aan het werk zullen zetten. Het kan bij dit boek gebeuren dat je je gaat ergeren aan de ik-persoon. Alfred laat zich van alles overkomen en is steeds maar aan het klagen over de muggen. Daarnaast valt hij een paar keer en laat hij al zijn spullen nat worden. Maar aan het einde van het boek moet je jezelf afvragen of Alfred nou echt zo'n klunt is of dat dat beeld is dat hij van zichzelf heeft. Het is een klassieker en een echte Hermans. Een boek dat je misschien net als ik gewoon over een paar jaar nog een keertje moet herlezen. De geschiedenis van Nederland bestaat, als je bijvoorbeeld op internet of in sommige boeken kijkt, voornamelijk uit nietzeggende jaartallen. 1672 was het rampjaar en de moord op de Gebroeders de Wit en in 1678 werd de Vrede van Nijmegen getekend. De jaartallen zijn natuurlijk belangrijk, maar het is interessanter om te weten hoe mensen leefden en hoe het leven was. Dat lijkt ook precies de vraag die schrijvers van historische romans ook bezig lijkt te houden. Zij gebruiken een geschiedenis om een verhaal met personages te vertellen, met vaak ook een rol voor mensen die echt hebben. Bestaan. AFTH van de Heide kreeg jaren geleden het verzoek van de burgemeester van Nijmegen om een historische roman te schrijven over een belangrijke periode voor de stad Nijmegen, namelijk het einde van de 17e en het begin van de 18e eeuw. En dat verhaal is de ochtendschaven geworden. En het verhaal begint spectaculair. De bul werd ongeduldig en binnen een pagina waai je in Nijmegen in 1705 en wordt oud-burgemeester Raukens onthoofd. Het verhaal springt dan terug naar 1672 naar de bruiloft van Caspar Sonmans met zijn vrouw Sarah. De volgende dag nemen de Fransen de stad in en is Sarah spoorloos verdwenen. Jaren later in 1678 is Caspar als secretaris aanwezig bij het tekenen van de Vrede van Nijmegen. Inmiddels weet hij dan dat zijn vrouw Sarah werkt als dubbelspion voor zowel Frankrijk als Nederland. Hij wil haar kosten wat het kost vinden en erachter komen of de jongen die ter vondeling bij zijn deur is gelegd, zijn eigen zoon is. Van der Heide gebruikt alle knaleffecten die bij de 17e eeuw horen. Het verhaal is een interessante mengeling van het Oorfuisverhaal en dat van Doorbeck. Doorbek die in de laatste recensie wordt genoemd, is een verwijzing naar de Donkere Kamer van Damocles van Hermans. Wat precies de link is tussen dit verhaal en dat van Hermans, daar moet je zelf maar achter zien te komen. Van der Heide gebruikt uitspraken en woorden uit die tijd, met voorwerpen die de sfeer oproepen van het 17e eeuwse Nijmegen. Het verhaal werkt in het begin wellicht wat verwarrend, omdat er heen en weer wordt gesprongen in tijd en in gedachten, maar is uiteindelijk goed te volgen. Uiteindelijk zal de vrede met de Fransen worden getekend, maar daarmee heeft Casper zijn vrouw nog niet terug. De titel 'De ochtendgave' verwijst naar het huwelijkscadeau dat een bruid van haar bruidegom de ochtend na de bruiloft krijgt. Het daadwerkelijke cadeau heeft Sarah laten staan, maar er is een ander cadeau voor in de plaats gekomen. De ultieme roman over schepen en zeevaart is natuurlijk Moby Dick van Herman Melville. In de jaren 30 van de vorige eeuw schreef neoromanticus Arthur van Schendel ook enkele zeeromans. En de bekendste daarvan is het vergatschip Johanna Maria. Het is een roman waarbij je over de wereldzeeën trekt met het schip Johanna Maria. Dat in eerste instantie twee belangrijke figuren aan boord heeft: kapitein Wilkens en zeilmaker Jacob Brouwers. Deze twee hebben niet zo'n hele goede band. Alhoewel Brouwers een aanvaring voorkomt en eigenlijk de beste stuurman aan boord is. Toch vertrouwt Wilkens hem niet en scheldt hij hem uit. Wilkens zit met problemen thuis. Regelmatig als hij weer in Amsterdam arriveert na een lange reis over zee, blijkt een van zijn kinderen te zijn overleden. En ook zijn vrouw wordt ziek. Uiteindelijk komt het tot een verzoening. Tussen zeilmarken Brouwers en de kapitein. In het tweede gedeelte van het verhaal wordt de boodschap doorverkocht aan andere eigenaren. Brouwers blijft een droom houden. Hij wil namelijk zelf ooit de eigenaar zijn van de Johanna Maria en hij gaat ervoor sparen. Het vergatschip Johanna Maria gaat over zeemansromantiek, over de relatie tussen een zeeman en zijn boot. De stijl is zakelijk, erg beschrijvend, wat saai, maar het laat zien hoe het er op een boot aan toe ging in de 19e eeuw en hoe een schip in feite handelsbaar is. Het vergatschip Johanna Maria is eigenlijk ook een historische roman. Het begint in 1865, de laatste periode van het zeilschip. Want aan het einde van het verhaal moet de Johanna Maria plaatsmaken voor de stoomschip.